De elektrische heftrucks van Jungheinrich zijn de meest energiezuinige, duurzame en productieve elektrische heftrucks op de markt. Duitse degelijkheid, aangezien alle trucks en componenten geproduceerd worden in Duitsland. Ze zijn leverbaar met een loodzuuraccu of een lithium-ion accu. We zien lithium-ion accu's overal om ons heen, bijvoorbeeld in e-bikes en elektrische auto's. Deze trend zien we ook binnen het intern transport. Toch denk ik niet dat er over 5 jaar alleen nog lithium-ion accu's zullen zijn. De loodzuuraccu is een goede keuze, zelfs bij een intensieve en twee ploegen inzet. Een lithium-ion accu kan ook een uitstekende en wellicht betere oplossing zijn, maar niet iedereen is even goed bekend met de accu zelf en zijn voordelen. Kom, we gaan ze vergelijken. En hier staan ze. Twee op het oog dezelfde trucks, maar de een heeft een loodzuuraccu en de andere een lithium-ion accu. Ze werken echt 100% op dezelfde manier. De op- en afstap, de zit achter het stuur, de acceleratie, de rijsnelheden, het heffen, het is allemaal hetzelfde. Maar waar zitten de verschillen dan? Eén van de verschillen zie je in de aanschafkosten. Wellicht schrik je van de meerprijs van lithium-ion omdat die gemiddeld 25% duurder is ten opzichte van een loodzuuraccu. Maar het zal je verbazen hoe snel dat is terugverdiend. Een loodzuuraccu heeft meerdere additionele kosten die een lithium-ion niet heeft. Ook al is de accu zelf goedkoper, voor een loodzuuraccu heb je een acculaatstation nodig. Een loodzuuraccu kan lekkages en gassing veroorzaken. Daarom is een vloeistofdichte vloer en goede luchtafzuiging nodig. Het acculaatstation moet je onderhouden en laten keuren. Zo'n station vraagt ruimte en je moet er altijd met je truck naartoe om hem daarop te laden. Dat kost tijd. Heb je een intensieve inzet, dan moet je de leeggereden loodzuuraccu wisselen voor een volgeladen accu. Deze tweede accu kost ook het nodige. Daarbij kost het wisselen tijd en is het verplaatsen van de accu's niet zonder risico. Een lithium-ion accu kun je overal direct opladen zonder het risico van lekkages of gassing. Je kunt bijvoorbeeld een slimmere plek kiezen, zodat je bij een pauze geen tijd verliest om de truck aan de lader te zetten. Nog een verschil, het onderhoud aan de accu. Een loodzuuraccu moet je bijhouden. Na het laden is het belangrijk om het demi-water bij te vullen. De accu moet schoon blijven om schade aan de truck, de accu en de omgeving te voorkomen. Een lithium-ion accu kent geen onderhoud. Dan de levensduur van de accu en het energieverlies. Een loodzuuraccu vraagt een goede behandeling. Te vroeg laden of te diep ontladen verkort zijn levensduur aanzienlijk. Een lithium-ion accu is elk moment oplaadbaar, ook tussendoor, ongeacht zijn laadtoestand. Zelfs bij optimaal gebruik van de loodzuuraccu is de levensduur van lithium-ion accu's circa 3 keer langer. Een lithium-ion accu slaat ook remenergie op. Samen met het veel efficiëntere laadproces zorgt dat voor een energiebesparing tot wel 20%. Lithium-ion kan al interessant zijn voor een vloot van één truck in één enkele ploeginzet. Het mooie hierbij is, alle componenten zoals de accu, de lader, het BMS en de software zijn van Jungheinrich zelf afkomstig. Alles valt dus onder dezelfde systeemgarantie en dezelfde Duitse degelijkheid. Maar dat geldt ook voor de loodzuuraccu. Dus wat de betrouwbaarheid betreft maakt het niet uit wat u kiest. Jungheinrich blijft de beste keuze voor een elektrische heftruck. Een zekere keuze, ongeacht de energietechniek. Al zijn de voordelen van lithium-ion zeker de moeite waard.